2 piepschuime bolletjes van 2 cm en 1 piepschuim bolletje van 8 cm. Een metalen standaard van ongeveer 15 cm hoog en een holle buis van metaal, maar het mag ook een PVC buis zijn en de lengte hiervan is ongeveer 20 cm. Een groot jersey laken of t-shirt in de kleur wit. Powertex ivoor en een leeg bakje. Een draadschaar en een in elkaar gevlochten elektriciteitsdraad. En een schaar waarmee je stof kunt knippen. Een zwarte viltstift, latex handschoenen, wat schilderstape en een stukje ijzerdraad. Een centimeter en lijm. Bevestig de holle pijp aan de metalen standaard. Dit doe je met behulp van lijm. Let wel op dat je de goede lijm kiest, want een PVC-pijpje heeft een andere lijm nodig dan bijvoorbeeld een metalen pijpje. Maak met behulp van de schaar een gaatje in het grootste piepschuimenbolletje. Zo kun je makkelijker het piepschuimenbolletje op de metalen buis draaien. Draai net zo lang tot hij goed vast zit. Neem 2 stukken elektriciteitsdraad en draai die strak in elkaar met behulp van een tang. Knip de lengte van de elektriciteitsdraad op 22 cm. Aan weerskanten is rekening gehouden met de bolletjes die eraan vastkomen. Je bevestigt het stukje elektriciteitsdraad aan de metalen buis door middel van een ijzerdraadje. Wikkel vervolgens net zo lang links en rechtsom tot het ijzerdraadje goed vastzit. Zorg ervoor dat elke kant 11 cm is. Dan, als het ijzerdraadje goed vastzit, neem je het stuk schilderstape en draai je dat er vervolgens ook omheen, zodat het goed vastzit. Met behulp van de schaar maak je in de 2 kleine bolletjes een openingetje, zodat je deze ook op de elektriciteitsdraad kunt draaien. Nu kun je ook de armpjes in de goede positie buigen. Je basis voor het spookje is nu klaar. We bouwen het spook op uit laagjes stof. Neem de laken of het t-shirt wat je gekozen hebt en knip grote en kleine stukjes door elkaar. Je mag ook leuke rafelige stukjes knippen, dat staat straks alleen maar grappig. Of maak er een gaatje hier en daar in. Wat belangrijk is, is dat je 1 groot rondstuk knipt, wat vervolgens over het hoofd gaat. Neem even je poppetje ter hand en meet het even af, zodat je zeker weet dat het ruim genoeg is. Het moet ook voor een deel over de armen vallen. Neem de fles Powertex en schud deze goed. Dat is erg belangrijk, want er zit altijd wat stolsel onder in de bodem. Giet een beetje in een bakje. Trek vervolgens handschoenen aan, want Powertex is niet zo prettig aan je handen. Dompel alle stukken stof in het bakje. Neem vervolgens elk stukje stof in je handen en wrijf de Powertex er goed doorheen door te kneden en te wrijven. Het witte van de stof moet eigenlijk verdwijnen en de kleur aannemen van de Powertex ivoor. De Powertex mag er niet vanaf druipen. Knijp het dan goed uit of pak een nieuw stukje stof wat je er vervolgens weer doorheen wrijft. Als je stof erg nat is, neem dan een paar droge stukjes en wrijf die net zo lang in elkaar tot alle stukken stof evenveel Powertex hebben opgenomen. Doordat we de stof hebben gekozen van t-shirts of een jersey laken, zal deze stof niet rafelen en is dat veel mooier om te zien. Knip indien nodig, de stukken die je te groot hebt gedaan, weer op maat.
stukjes die klaar zijn, leg je op de tafel om te laten drogen. Belangrijk is dat de hele ondergrond even aangesmeerd wordt met Powertex. Dus smeer het spookje, het hoofd, de armen en zelfs de standaard helemaal in met Powertex. Nu gaan we de stof verwerken. Je begint natuurlijk met het hoofd. Het grote ronde stuk dat je hebt gedaan, trek je het eerst over het hoofd. Doordat de stof rekbaar is, kun je het mooi draperen om de nek en vervolgens ook een deel over de armpjes. Pak vervolgens een stuk wat langer is, wat je weer over de armpjes begint en vervolgens naar beneden drapeert. En zo bouw je eigenlijk het spookje op, van voor naar achter en van boven naar beneden. Doordat je ook hele kleine stukjes verwerkt, kun je hem steeds rafeliger eruit laten zien. Met een klein stukje stof kun je dat tutje op zijn hoofd maken. Je moet de stof gewoon verdelen zoals jij het leuk vindt. Het is tenslotte jouw spook. Powertex droogt het makkelijkste als je er met een föhn overheen gaat, maar het kan ook gewoon aan de lucht drogen. Pas als het spookje gedroogd is, kun je natuurlijk zijn gezichtje erop tekenen. Ik heb ervoor gekozen om het spook even met de föhn wat aan te drogen. Met een zwarte viltstift kun je de ogen en de mond tekenen. Wat vind je? Is die niet leuk geworden?